Ja, vanavond is hier de première van Baiinger, een film over sekskopers. Verweven met de verhalen van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. En er zal een fantastisch panel zijn van onder andere een politierechercheur, maar ook Tweede Kamerlid Anne Kuik. Er zijn andere politici bij en er is ook een vrouw bij die zelf in de prostitutie heeft gezeten. One day after work, this woman at the stop sign literally was banging on the front of my car. I remember waiting for her and having a real rush, the whole thing. All of a sudden, she'll do anything that I want. And I said, I want to have sex with this woman. Ja, ik ben heel bevlogen op dit onderwerp en dan kijk ik naar die man en denk, oh ja. Maar het is ook heel goed dat zij mijn verhaal vertellen en ook anderen aan het denken zetten. When I was going on calls, I estimated about 10,000 plus different men that I actually was intimate with. At least more than half the clients were watching porn when I came into the room. Growing up, I viewed pornography almost as a training manual. But the book, the magazine, the screen just wasn't enough. Hoeveel mannen lopen er niet met een masker op? En we praten niet. Ja, ze praten goed over. We maken een mooie carrière, we hebben misschien een goed, mooi, leuk gezin. We hebben het allemaal goed voor elkaar. Maar mag iemand bij jou achter het masker komen, zodat jij werkelijk zichtbaar gaat worden? One time I spent 12 hours looking for that human touch that porn can't fulfill. Prostitution was about taking what I wanted. I suddenly opened my eyes to him choking me. I was so self-centered that I didn't care that my choices hurt others so deeply. Nou, we zagen het in de film ook terug, hè? Stelling dat als mannen dan niet naar een prostituee zouden kunnen, dat ze dan in de wilde weg zouden gaan verkrachten. En dan wordt er gezegd van, ja, we moeten onze dochters daar nog toch tegen beschermen. Dan denk je, ja, maar die meiden die achter de ramen staan, zijn ook iemands dochter. Wat is vrijwillig? Is het vrijwillig als jij inderdaad uit Oost-Europa of Zuid-Amerika komt en jij moet zorgen voor je familie, voor je oma, en je wil dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. En daarvoor kom je hier. Wij faciliteren dus als land dat zo'n vrouw hier haar lichaam achter een raam kan verkopen. Heel veel vrouwen hebben psychische gevolgen. Heel veel vrouwen hebben trauma's. En we hebben zelfs ook een meisje die had een kind. Dat kind heeft nooit geweten toen hij een jaar ongeveer was dat zijn moeder in de prostitutie was. Ze is met ons uitgestapt. En 8 jaar later zit dit kind bij de kinderpsychiatrie. Heeft ook trauma's. Ik werk ook samen veel met Simons collega Mirjam Wikker van de ChristenUnie. Dat wij heel makkelijk in een hokje worden geduwd om zo niet de discussie te hoeven voeren. Daar gaat het helemaal niet over. Dit gaat om respect. Dit gaat om beschermen. But the least we should do, I think, here is to stop with this window brothel. So the red light districts, where women are presented as a tourist attraction as well. Because if we stop that, at least we can send a signal that, you know, you can say that this is normal, you can pretend it's normal, but it's not. Het is een absurde wereld. En we doen er eigenlijk allemaal, als we niks zeggen, dan doen we daaraan mee. We laten het gebeuren, we laten het toe. En ik denk dat deze film echt een kijkje achter de schermen geeft, waardoor het super heftig is als je dus denkt dat heel veel vrouwen vrijwillig in de prostitutie zitten. We kennen allemaal nog in Nederland wel de Valkenburgzaak van een aantal jaren terug. Wat gebeurde daar? Daar vertelde een man, die zei, wat is er een heksenjacht gaande op ons? Willen ze ons kapot maken? Ik keek pornografie en hij maakte voor het eerst een afspraak. En och, wat had hij een pech dat het een minderjarig meisje was. Hij vond het, dat kon hij toch ook niet weten? Nee, maar je kon het wel zien. Er is een groot verschil tussen iemand van 15 en van 21. Dat kan je wel zien. En ja, hij is daarmee doorgegaan. En nu was hij ontdekt, wat had hij toch een pech. Wat deden wij zijn vrouw en zijn kinderen wel niet aan? Maar geen woord over wat doen we dat meisje aan. En ja, met zijn vrouw en met zijn kinderen heb ik medelijden. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen daden. En daarom roep ik mannen op. Ga praten, breng het in het licht. Breng je zonden, zegt de Bijbel, breng ze in het licht. Zodat de duisternis moet wijken.